Patrick, net gewonnen, 3-1 van Willem II. Zelf ook gescoord. Hoe ging de wedstrijd? Nou, het was afgesproken, zoals iedere andere wedstrijd, dat we veel zouden beginnen. Wat de afgelopen, denk ik, 2-3 wedstrijden een beetje mislukt was. En vandaag hadden we een beetje het geluk ook aan de zijde, wat je eigenlijk ook een beetje afdwingt wie je speelt, wie je begint. En ik denk dat we een hele goede eerste helft hebben gespeeld tot de 44ste minuut, dat die goal een geluk valt. En we pakken ons goed in de tweede helft en uiteindelijk dwing je het geluk af. Wat je eigenlijk de afgelopen 3 wedstrijden pech had, heb je vandaag geluk gehad en dwing je het eigenlijk af en je wint ook. Ja, je denkt eigenlijk, we kunnen met voorsprong de kleedkamers in. Ja. Hij valt net voor rust. Ja, wat is er nog gezegd in de kleedkamer in de rust? Ja, dat we gewoon met onze kopjes erbij moeten blijven. En, niks bijzonders eigenlijk, wat je normaal niet moet doen. Trainers zijn gewoon met de kopjes erbij blijven, jongens. Het gaat wel goed komen. Gewoon blijven vechten, blijven voor het team gaan. En ja, je ziet waar tot het resulteert. Mm-hmm. En wat was nu echt het keermoment in de wedstrijd? Was het de rode kaart of toch de penalty? Ik denk toch de penalty van Ferrat. Want als Rudy die scoort, dan is het alweer een andere wedstrijd. En ik denk dat Ferrat daarbij zijn fout heel goed herstelt. Oké, okay, ja, zondagmiddag tegen Helmond Sport. Zijn jouw verwachtingen? Ja, wat zijn mijn verwachtingen? Ik verwacht gewoon weer dat we vol voor gaan en 3 punten pakken. En zeker niet verliezen.